De FITS eist onmiddellijke en volledige grondwettelijke erkenning van de inheemse volken. Dit is een van de resultaten van de 8e FITS-conferentie, welke van 27 tot en met 29 augustus is gehouden te Washabo in West-Suriname. Bij de afsluiting gisteren zijn de resultaten van deze conferentie gepresenteerd aan de leiding van het land en de media. Silène Frans, directeur van het bureau van de FITS, haalde aan dat binnen de nieuwe beleidsperiode 2022-2027 er ook gewerkt moet worden aan de erkenning van de inheemse collectieve grondenrechten op hun traditionele woon- en leefgebieden. Frans gaat in op andere punten die zijn goedgekeurd voor de nieuwe beleidsperiode. En dan neem ik even een moment om alles hier te demonstreren. De verschillende inheemse gebieden, regio's die al in kaart zijn gebracht. Punt 4. De wettelijke erkenning van onze collectieve grondrechten op onze traditionele woon- en leefgebieden. Punt 5. De wettelijke erkenning van ons traditioneel gezag. Punt 6. De wettelijke erkenning van free, prior en informed consent. Punt B. Nogmaals onder wettelijke erkenning rechten van inheemse volken. Tezelfde tijd eisen we de onmiddellijke en volledige uitvoering van het Kalinya en de Konofonis, uitgesproken door het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens op 25 oktober 2015. De termijnen voor uitvoering zijn al langer dan 7 jaren overschreden, hetgeen we onacceptabel vinden voor een zichzelf respecterende rechtsstaat. De besluiten van de 8e FITS-conferentie zijn vervat in een document en overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokhi. Ook kreeg de president een kaart van alle gedemarkeerde gebieden van de inheemsen. Het staatshoofd verduidelijkte dat de strijd voor de grondenrechten van inheemsen en in stamverband wonende gemeenschappen één moet zijn van elke Surinamer. Hij benadrukt dat de wet collectieve rechten voor inheemse en tribale volken in oktober op de agenda van de Nationale Assemblee moet komen. Hiervoor heeft hij gisteren nog gesprekken gevoerd met de leiding van het parlement. Wat een voorbereiding erop doepen, een commissie van rapporteurs deur ook op. Maar ik vraag betrokkenheid, no liever dan je parlement wat. Vraag ook overleg, vraag ook betrokkenheid. Desnoods aan we schors die 1 week, 2 weken was aan behandelen, hoe is dat maar? Hoe lopen we even passie de astref passie te houden begin? Want daarom deed dat passie begin die als een proces aan drijven dat stee. Of aan drijven dat stee. Dus ben je garantie, like president, als zou ook behandelen. En die opdracht wat direct op de rij komt, een begrote uitdiening op 29 september, een jaar geleden op 29 september, maar in oktober moeten we behandelen met het vraagstuk van grondrechten, zodat we dit vraagstuk voor eens en voor altijd kunnen oplossen. Bij de 8e FITS-conferentie is er ook een evaluatie gedaan van de afgelopen 30 jaar. De organisatie concludeert dat ze een gestage groei heeft doorgemaakt en nu niet meer weg te denken is. Tijdens deze 8e FITS-conferentie is er ook een nieuw bestuur gekozen onder leiding van het dorpshoofd van Casipora, Muriel Fernandez.